Zo, dan ga ik in ieder geval even een witte kerst bezorgen. Jij hebt natuurlijk echt de allerslechtste smaak. Zo gezellig altijd als je huis in de fik staat. En nu? Ja, ik ga even toestemming vragen of ik dit mag kopen. Een kraskaart. En hoeveel geld heb ik gewonnen? Dat de aderen er nog aan. Ja. Nu mijn les uit. Je terroriseert mijn klas. Is it too much? Wat? Dat klopt niet, toch? Ja. Oeps. En het is 1 december, dus eindelijk tijd voor mijn adventkalender. Ik heb er 3, maar 2 daarvan zijn voor Kai. Er zitten katsnoepjes in. Die bewaar ik even voor vanavond. Maar eentje is voor mij. Kerstman zit al heerlijk te genieten van zijn kopje zwevende koffie. Iedere dag een ander zakje koffie van 20 gram. Precies genoeg voor 1 kopje. En nummer 1. 2. 16, 18, 23, 1. Hop. Ik ben heel benieuwd. Zuid-Amerika, Café aus Galapagos. Oeh. Ruik naar koffie. Ruikt zeker niet vies. Smaakt naar koffie. Lijkt een beetje slap. Ja, ja, niet vies. Why is everything yellow? I don't get it. Ik heb zo een teamdag op mijn werk. En dat is deels gewoon gezelligheid, een beetje kletsen, wat drinken. Maar ook een beetje het jaar evalueren. En ik ga daar een uitgebreide presentatie over geven. Over de cijfers van ons YouTube kanaal. En dan vind ik cijfers en statistieken altijd heel interessant. Au. Alleen, ik ben dus eigenlijk niet zo heel goed met cijfers. Dus mijn pincode en mijn huisnummer, dat lukt nog wel. Maar ik ben vooral niet zo goed in grote cijfers met veel nullen erachter of veel punten ertussen of veel komma's, dan begint het bij mij een beetje te duizelen. En dan heeft Kind of Kinderen meer dan 500.000 abonnees op YouTube en afgelopen jaar gemiddeld 8 miljoen views per maand. Dan heb je het de hele tijd over zulke cijfers. En we gaan ook nog een soort cadeautjes doen. We moesten 1 leuk cadeautje meenemen. Het budget was trouwens echt heel klein. Dan heb ik deze hele schattige glitter kerstballetjes gekocht bij de HEMA. En 1 cadeautje wat niet zo leuk is om te krijgen. Nou, toen zag ik deze aanstekers hangen. En toen dacht ik tegelijk, volgens mij is er ook wel iemand in ons team die wel heel blij zou zijn met de aansteker. Oh, en we moesten ook nog iets meenemen wat je al in huis hebt, maar waar je van af wil. Ik ga ze even inpakken. En dan ga ik naar mijn werk. Ik zal daar niet filmen, want dat vinden mijn collega's meestal niet zo heel leuk. Ben ik vorig jaar tijdens Vlogmas achtergekomen. God, waarom is inpakken zo moeilijk? Dus dan zie ik jou weer als ik zo naar buiten loop bij Binevara. Zo, het is inmiddels 1:07 volgens mij. Dat was heel gezellig. Ontzettend gelachen. Ik heb heel veel leuke cadeautjes gekregen ook. Ik zal ze zo thuis even laten zien. Oh, het is fris. Eerst even naar huis fietsen. Hey. Kerst. Hup. Ik moet de kerstsfeer nog even een beetje wegleggen. Ik ben een beetje gaar, want we speelden een soort Ranking the Stars, maar dan dus Ranking the Colleagues. En dat ging net als de echte Ranking the Stars met behoorlijk veel alcohol gepaard. En de eerste vraag was, wie werd er vroeger op de middelbare school het vaakste klas uitgestuurd? En de meeste mensen schatten mij toch wel in als een heel braaf jongetje. Wat ik wel een beetje klopt. Ik herinner me alleen dat er 1 Nederlands docent was in mijn examenjaar. En ja, ik klikte gewoon niet zo lekker met haar. En ik vond ook dat ze niet goed les gaf. En ik zat niet heel erg te clearen of zo, maar ik was me altijd hele kritische vragen aan het stellen over de lesstof. Omdat ik ook wel vond dat ik het vaak beter wist dan zij. Dus ik ook bloedirritant. En toen op een gegeven moment ontplofte ze en toen zei ze echt, nu mijn les uit, je terroriseert mijn klas. En toen hoefde ik ook niet meer terug te komen, wat best onhandig was in mijn eindexamenjaar. Daarna gingen we een soort corona-proof dobbelspel spelen, waar ik dus die cadeautjes voor had meegenomen. En mijn eigen score is ook niet mis. Deze vraag maar raak. Het leukste vraagspel voor jong en oud. Zal ik er eentje uithalen? Wat een kutvraag. Nou, oké, deze maar. Zou je voor een dag willen wisselen van geslacht? Ja, ben wel nieuwsgierig hoe het zou zijn om een vrouw te zijn. Dus als het toch maar voor een dag is. En jullie? Laat het weten in de comments. Nou, ik vind het wel leuk.
zo'n pot met vragen. Maar ook nog drank. En nog meer drank. Scum Hyacinthe. Hyacinthe, gebrouwen door Mark. En Mark is de man van onze eindredacteur. Een echt huisgebrouwen biertje. Ik ben er wel eigenlijk heel benieuwd naar. En ik kreeg ook nog eens het meest begeerde cadeautje, wat de hele tijd zo door iedereen werd afgepakt. En dat was een kraskaart. En hoeveel geld heb ik gewonnen? Precies 0 euro. Ik weet niet of het bevorderlijk was geweest voor de sfeer als ik daar zo eventjes 75.000 euro tevoorschijn had gekrast. En dan vraag je misschien af, wordt het nog een beetje kerstig deze vlogmas? Ik denk dat het wel tijd is voor de adventkalenders. Vakje 1. 1, 2. Hop. Goed zo. Oh, dat is lekker hè? Morgen moet ik heel vroeg 's morgens naar de tandarts. Echt geen zin in. En ik beloof hierbij dat ik nog iets kerstigs ga doen morgen. En dan krijg jij weer een lekker snoepje morgen. Kapot. Ik ben alweer terug van de tandarts. Het is 9:50. Het viel eigenlijk best wel mee. Ik was bang dat ze gelijk met de renovatiewerkzaamheden wilden beginnen. Maar ze zei, dat kun je beter het nieuwe jaar doen. Dan kun je tijdens kerst nog lekker kauwen. En wat ook heel grappig was, ik had een klein beetje een soort donkere aanslag op mijn onderste ondertand. Die scheef hier. En dan ging ze zo met zo'n krabbertje zo. Zo, dan ga ik in ieder geval even een witte kerst bezorgen. En daar is de koffie adventkalender. Wat gaan we drinken vandaag? Nummer 2. Koffie uit Rwanda. En dan komt over een uurtje Linda hier naartoe. En dan gaan we iets heel kerstigs doen. Niet vies. Ik had volgens mij verteld, of in de vlog of in mijn podcast, dat ik een paar weken geleden echt zo'n hele week eigenlijk min of meer toevallig bijna niemand gezien had of gesproken. En de conclusie was toen toch wel dat een beetje sociaal contact toch wel heel positief is voor mijn mentale gezondheid. Ook al denk ik altijd dat ik graag alleen ben, maar niet de hele tijd. En heel vaak ontstaan dat soort dingen wel spontaan, maar als het dan niet gebeurt, vind ik het best wel een grote stap om dan mensen te gaan appen van, hey, heb je zin om vanavond iets te gaan doen? Kom je deze week eten? En ik weet eigenlijk niet waarom, want meestal zeggen mensen gewoon ja. Zat ik gisteravond zo naar mijn lege agenda te kijken, dacht ik ook, ik moet even vragen of iemand zin heeft om iets te doen. Dus toen stuurde ik Linda een DM. Ik zei zo, ja, je hebt zeker niet deze week toevallig tijd om gezellig met mij naar het tuincentrum te gaan om kerstspullen te bekijken. Dat hebben we vorig jaar namelijk ook samen gedaan. En Linda heeft echt de allerslechtste kerstsmaak die je kan verzinnen. Het is echt genieten. En toen zei ze, nou, toevallig wel. Wanneer wil je? Ik zei, morgen? Is goed. Dus nu komt ze zo hierheen en dan gaan we naar de intratuin. Ik heb vorig jaar echt bizar veel kerstballen gekocht. Voor heel veel geld. Ik zal binnenkort een unboxing doen. Dus ik vind dat ik wel één mooie roze nieuwe kerstbal mag kopen. Maar ik ben vooral benieuwd wat voor afschuwelijk lelijke dingen Linda nu allemaal weer uit gaat kiezen. Dat was het antwoord op mijn vraag. Hi! Mijn bel doet het niet. Nee. Toch? Zo irritant. Is jouw kerstboom, die staat al. Ja, die staat al. Sinds wanneer? 7 november. Ja, oh. Het is echt gewoon dit jaar dat ik denk, ja, ik vind het echt wel prima. Ja. Nu wil ik gewoon een kerstboom. Ja, jij hebt natuurlijk echt de allerslechtste smaak. Van de lelijke dingen hou jij nog van de allerlelijkste dingen. Ja. Zoals zingende hondjes in een kerstpark. Ja. En we gaan oliebollen eten. Yes. Ja. Mijn eerste dit jaar. Voor mij ook. Oh. Sneert hier. Ik denk dat er heel mooi staat in jouw huis. Oh, dit ook. Van hele zwerm mussen. Oeh, cat's private moment met baby fragrance. Hey Flappy. Zo gezellig altijd als je huis in de fik staat. Dit vindt Linda denk ik leuk. Skiend hert. Nee. Nee? Nee. Deze heeft te weinig shine. Tijger. Tijger. Ik vind het wel mooi. Het is niet de goede kleur. Voor 69 cent kun je dit toch niet laten liggen. Ja, of wel.
Die zou je wel willen hebben. Ja, maar je denkt, ik wil dit aaien, maar door die glitters kan het eigenlijk niet meer. Dit vind jij mooi. Ja, dat vind ik mooi, ja. Jij niet? Ik vind het een beetje een... Een roze bal. Een balzak. Nou. Moeilijk hoogte van te krijgen van jouw wandsmaak. Nee, maar het moet wel een beetje... Glitteren. Nou. Dit is eigenlijk de afdeling waar ik voor kwam. De kersthangers. Maar hij is helemaal leeggeroofd. Een soort corona voor in de boom. Lekker. Oh! Dit is roze en regenboog. Wat, is het een kwal of zo? Ik weet het niet. Ik vind ze wel mooi. Eenhoorn. Ik heb al veel eenhoorn. Ja, die kolibries. Ja, ik heb al best veel regenboog. Maar niet, nog niet zo één. Erg lelijk. Ja. Beetje grumpy cat. Is het een squishy? Ja. Heel raar. Het is toch een beetje tandpasta. Is het kritiek op de opwarming van de aarde, denk je? Hij zou moeten dansen en zingen. Oh, dat is wel echt gezellig. Dat is wel echt gezellig. Kerstman heeft een kindje ontvoerd. Help! Ik denk dat we een winnaar hebben, mensen. Ja, lekker wordt het niet. Een transparante kerstsneeuwpop. Met twee kerstmannen in zijn wijn. Met kerstmannen erin. Er zitten lichtjes in, volgens mij. Dit is wel... Dit is hem, hè? Ongeveer het lelijkste wat ik ooit heb gezien. Wil je die? Ja, heel graag. Wat denk je dat die kost? Ik heb geen flauw idee. Het is wel... Twee tientjes. Twee tientjes? Nee, zeker. Ik denk drie tientjes. Waarom denk je dat? Ja, omdat het zo mooi is. 25 euro. En nu? Ja, ik ga even toestemming vragen of ik dit mag kopen. Oh, je meent het serieus, hè? Ja. Dat is zo mooi eraan. Ongelooflijk. Wat zegt je man? Nou, ik vraag dus, mag dit in onze huis? En hij zegt, onder in de kast. Oh. Niet het hele weg. Nou, kijk dus mevrouw. Love it. Waarom zou je een piek in je boom hangen? Ik weet het niet. Oh, maar als het thema van mijn boom roze is, zou zo'n boa misschien wel leuk zijn erin. Of deze, oh my god. Dit is ook wel heel 2020 natuurlijk. Een trekker met boze boeren. Dit is toch een beetje zoals het eruit ziet als je zijn kop eraf zou trekken. Dat zijn aderen er nog aan. Ja. Oeh. Maar ik vind het wel heel gezellig. Ja. Deze heeft alleen, die mist een neus en die mist een oog. Het is wel een beetje kiezen. Ja. Is it too much? Ook wel iets voor een graf. Zo'n lampje. Dat is toch heerlijk? Nee, dat zou helemaal niet raar zijn. Dat is gewoon heel stoer. Ja. En mannelijk. Zeker, en aaibaar. Kijk, zo goed zijn mensen in anderhalve meter afstand houden. Die gaan dan in het vak staan in plaats van de afstand houden. We zijn heel goed geslaagd in de intratuin. Ik zal thuis even een shoplog doen. Dus dan hebben we alweer een oliebol verdiend. Hard gewerkt, zeker. Ik wil graag zien hoe die straks staat. Ik zal wel even een fotootje maken. En een filmpje ook altijd. Met lampjes. Ja, leuk. Ik heb gouden slierten. Ik weet nog niet waar ik ze ga hangen, maar ik kon het niet laten liggen. In Lucky Cat. Deze was wel iets duurder, geloof ik. Maar is het wel waard, denk ik. Roze bal. Toen liepen we langs de plantenafdeling. Daar stonden best wel leuke potjes. Dat was deze, grappige. Deze, heel erg oma vibe. Gekke knobbeltjes aan de onderkant. Gezwellen. Een beetje weggezwellen, ja. En een alocasia. Die had ik nog niet. Nee, ik heb wel een treintje gemist dit jaar. Ja, ja. Bram, waar ben je? Bram! Volgend jaar moeten we gewoon naar een andere winkel. Ja. Dus als iemand tips heeft voor iets anders dan de intratuin, ja. Laat weten in de comment. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Zing maar.